Niemand neemt de regie en er wordt niet gebouwd. En dus moeten we die regie wel nemen. En moet u dat dan doen? Absoluut. Er is ontzettend veel geld. Er is ontzettend veel geld. Maar met alleen geld wordt geen goede zorg gegeven. De uitstroom is veel te groot. En die uitstroom gaat nu ietsje naar beneden in de verpleeghuizen, maar nog lang niet hard. En wat kunt u daaraan doen als minister? In het afgelopen jaar zag u in Meldpunt dat de wachtlijsten voor de verpleeghuizen hard oplopen. Naar ongeveer 18.000 ouderen. En omdat er onvoldoende plek is, moeten ze lang wachten. Ik ging met onze bevindingen langs bij de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. 18.500 mensen op de wachtlijst. Hoe gaat u dit probleem oplossen? Ja, want dat zijn er nogal wat. En dat aantal groeit ook. Gelukkig weten we dat de meeste mensen op deze wachtlijst die zeggen... Ik heb een toegang tot het verpleeghuis en ik wil eigenlijk dat verpleeghuis, omdat dat me het beste lijkt, of omdat ik dat ken. Dichtbij. Of dichtbij, of daar, dat is dicht bij de kinderen. En als dat nog even niet beschikbaar is, nou, dan hou ik het thuis nog wel eventjes uit met de wijkverpleging en zo. En dat kan ook best, als we dan maar wel heel precies zijn, dat het zorgkantoor af en toe checkt, lukt het thuis nog? En dat de wijkverpleging snel belt met het zorgkantoor als het thuis gewoon echt niet meer gaat. Maar dit zijn voorbeelden waarvan mensen zeggen het gaat thuis eigenlijk helemaal exact. Niet. Exact. En dat zijn eigenlijk van die 18.500 zijn dat er eigenlijk een kleine 1500. En die 1500, ja, die moeten echt zo snel als mogelijk gewoon een plek hebben. En daar moet dus het zorgkantoor zoeken naar die plek. Maar zo die snel als zijn mogelijk. Er vaak niet. Dat is het probleem. Nou, meestal lukt het juist wel als het zorgkantoor gaat bemiddelen om die plek zo snel als mogelijk te vinden. Alleen dan is het niet vaak het verpleeghuis van eerste voorkeur. Dus dan kan het wel eens nummer 2 of 3 op je lijstje. Dan kan je misschien ergens naar Oost-Groningen moeten als je in Den Haag woont. Als je in Den Haag woont is Oost-Groningen veel te ver natuurlijk. Maar het kan wel eens wat verder af zijn van waar je eigenlijk had gewild of eigenlijk had gewoond. En dat moet dan maar zijn. Kwestie van maatwerk, want als het thuis niet meer gaat. Ja, dan moet er wel toch een plek worden gevonden. Ja. En vindt u dan dat die zorgkantoren genoeg actief zijn daarin om dat allemaal goed te organiseren en ook de monitor goed te houden, de vinger op de pols? Nou, ik denk dat daar echt wel een tandje bij moest. En die afspraak heb ik ook gedaan met zorgkantoren. Er was al best wel veel contact, maar wat er eigenlijk nog aan ontbrak is dat zorgkantoren ook bleven checken. Van weet je zeker dat het thuis nog goed gaat? Maar wat er ook aan ontbrak, en dat zou misschien ook wel in het geval van meneer Fioret kunnen gelden, is dat de wijkverpleegkundige, als die vindt dat het niet meer gaat, ook zelf contact opneemt met het zorgkantoor om te zeggen, ja, maar zo gaat het echt niet langer. Dus je moet nou echt actief bemiddelen. We zijn hier bij een zorgcentrum, de Rozentuin. Het was een bestaand centrum en het is uitgebreid. Er zijn 18 netto plaatsen bijgekomen. Eigenlijk. En als je dan realiseert dat het aantal mensen dat op een plek zit te wachten in Zoetermeer tegen de 300 aanloopt. En we hebben hier 13 jaar op moeten wachten. Dat zijn bijna net zoveel bedden als jaren eigenlijk dat we hebben zitten wachten. Omdat er zoveel gesteggel over is en omdat niemand precies weet wie er nu echt verantwoordelijk voor wat is, duren dit soort projecten ontzettend lang om te realiseren. We hebben nu het verhaal in Zoetermeer gezien. Staat dat symbool voor heel veel gemeentes in Nederland? Ja, zeker. Ja, wat wij ook zien is dat er eigenlijk in heel veel gemeentes nog helemaal niet rekening wordt gehouden met de vergrijzing die op ons afkomt. Dus er is slechts in 15% van de gemeentes in de woonvisie opgenomen dat ze rekening moeten houden met vergrijzing. En ook dat er rekening moet worden gehouden met waar de verpleeghuizen moeten worden gebouwd. Ja. Dit is één voorbeeld, hè, Zoetermeer. En dat duurt enorm lang voordat er een paar woningen gebouwd zijn. Ja. Niemand neemt de regie en er wordt niet gebouwd. En dus moeten we die regie wel nemen. En moet u dat dan doen? Absoluut. En dat doe ik dus ook. Namelijk eerst door te zeggen, als je nou gewoon de huidige bevolking neemt en je kijkt hoe ziet die bevolking eruit over 20 jaar. Dat kun je namelijk gewoon voorspellen. Wij zullen dus heel veel meer plekken in de verpleeghuiszorg nodig hebben. Maar hoe gaat u dat doen? Door vervolgens te kijken wie is eigenlijk verantwoordelijk voor voldoende verpleeghuisplekken. Dat zijn de zorgkantoren, die hebben daarvoor de wettelijke taak. Dus de zorgkantoren zullen met hun verpleeghuizen in de regio moeten kijken op welke manier gaan wij voldoen aan die groeiende zorgvraag voor de komende tijd als het gaat over de verpleeghuisplekken. Ja, maar het punt is, er wordt op dit moment nog maar heel weinig gebouwd. En dus moet er meer gebouwd worden. Maar hoe gaat u dat dan doen? Want ja, ik wil niet vervelend zijn, maar wij praten natuurlijk met al die partijen. Mm-hmm. En die wijzen allemaal naar elkaar. En nee, maar dat helpt natuurlijk. Zitten ze een soort ruzie te maken en nee, maar gebeurt dat helpt er helemaal natuurlijk niks. Niet. Want als iedereen zegt, jouw kant van de boot is lek, dan zitten we toch met elkaar in een lekke boot, toch? Ja. Dus wat we moeten doen is inderdaad zorgen dat er in iedere regio een plan komt om te zorgen voor voldoende verpleeghuiszorg voor de komende 20 jaar. En wie moet dat maken dan? De zorgkantoor moet dat maken samen met de verpleeghuizen. Dat is één ding.
Wat we daarnaast zullen moeten doen, is nieuwe vormen van wonen en zorg uit de grond stampen. En daar hebben ook de gemeenten natuurlijk een hele duidelijke rol in. Dus wat we doen, is met alle gemeenten bepalen hoe ziet eigenlijk die groei van je bevolking eruit, de groei van je oudere bevolking eruit, en wat betekent dat voor de woonopdracht eigenlijk de komende 20 jaar. Ik geloof dat er maar 13% van de gemeentes in Nederland een echt plan hebben over vergrijzing. Nou, nog te weinig urgentie is er inderdaad, zeker met die doorkijk zeg maar, van over 20 jaar. Maar juist omdat bouwen altijd zo lang duurt, moet je ver vooruit willen kijken. Nou, dat gebeurt op dit moment onvoldoende en dat moeten we dus wel gaan doen. En hoe gaat u zorgen dat dat hele proces wordt versneld? Met gemeenten zullen we de komende jaar zullen we met iedere gemeente dat gesprek gaan voeren. Weet je eigenlijk hoeveel ouderen erbij zullen gaan komen in jouw gemeente? Weet je wat dat betekent voor je woonopgave? Lukt dat eigenlijk al om daaraan te gaan voldoen? Maar ook, hoe kunnen we je helpen om daaraan te gaan voldoen? En hoe gaat u ze helpen? Er komt een ondersteuningsteam dat helpt met het berekenen zeg maar, van hoeveel woningen zijn er nodig, maar ook om de vertaalslag te maken naar de woonvisie. En heeft u dan ook nog wat geld voor de gemeente om ze daarbij te ondersteunen? Er is ontzettend veel geld. Er is ontzettend veel geld. Maar met alleen geld wordt geen goede zorg gegeven. Nee, maar u zegt eigenlijk wel, die urgentie moet bij iedereen meer gevoeld worden. Ja. En ik ga daarvoor zorgen als verantwoordelijk minister dat het ook gebeurt. Tuurlijk, absoluut. Want daar heb ik namelijk de rol om inderdaad die urgentie niet alleen aan te wakkeren, maar vervolgens ook te ondersteunen in het voor elkaar krijgen ervan. Als je gewoon de som maakt, dan weet je ook dat als we de zorg op dezelfde manier blijven organiseren zoals we het nu doen, dat de puzzel niet goed te leggen is natuurlijk. Kees ten Hooy, docent. Je hebt hier een club gemotiveerde studenten, hebben we net gezien. Ja. Maar het is nog niet zo makkelijk om ze binnen te krijgen. Hè? Nee. Toen ik hier kwam werken, 15 jaar geleden, hadden we 7 klassen met jongstudenten. En nu hebben we 4 klassen met jongstudenten. Neemt af. Ja, neemt af. En mensen kiezen niet voor de zorg, want het is geen vetpot wat je verdient. En de onregelmatige diensten, in de weekenden die diensten werken, nachtdiensten draaien. Ja, het blijft een zwaar beroep. Ja, een sombere leraar. U bent ook leraar geweest, hè? Zeker. Ja, maar een hele montere leraar. En deze leraar is ook echt iets te somber. Dat zal misschien voor zijn opleiding gelden, maar de instroom in de zorgopleidingen groeit juist enorm de afgelopen tijd. Sinds 2017 plus 29.000 mensen erbij. In de dat is goed nieuws. Maar het slechte nieuws is dat aan de achterkant, exact, de uitstroom heel veel mensen weggaan. De uitstroom is veel te groot en die uitstroom gaat nu ietsje naar beneden in de verpleeghuizen, maar nog lang niet hard. En wat kunt u daaraan doen als minister? Met werkgevers kijken hoe ze kunnen leren van die werkgevers die het wel lukt om mensen vast te houden. En je ziet ook dat mensen weggaan en ZZP'er worden. Ja. Wat vindt u van die ontwikkeling? Slecht. We zijn echt bezig om te kijken op welke manier we de wet aan kunnen passen. En wat ik wil maar is hoe bedoelt u dat dan, de wet aanpassen? Nou, dat voor die werknemers die eigenlijk gewoon werknemer zijn en gewoon een baas hebben, dat zijn dus helemaal geen echte ZZP'ers, dat we daar gewoon alleen nog loondienst mogelijk maken. Dus dat moet worden gestopt? En ook hier weer, ja. En ook hier weer een enorm groot verschil tussen goede werkgevers en minder goede werkgevers. Dus de grootste winst die we kunnen boeken op dat punt, om mensen vast te houden, zit gewoon in goed werkgeverschap. Dus maar we zullen ook met elkaar moeten doordenken, hoe kunnen we onze ouderenzorg ook veranderen? Ja, en hoe ziet u dat dan? Want laten we eens in de glazen bol kijken. Hoe ziet u die toekomst? Wat kunnen u en ik nog verwachten straks? Als je kijkt naar de toekomst en je ziet dat het aantal ouderen verdubbelt, dan kun je denk ik ook wel nagaan dat, ja, we kunnen niet zomaar voor een verdubbeling van het aantal mensen dat werkt in een verpleeghuis zorgen, omdat we niet zomaar ergens een pot met mensen open kunnen trekken die er niet is. Nu al werkt 1 op de 7 mensen in de zorg, zei ik al. Nou, 1 op de 4 of zo, of 1 op de 5, dat gaat natuurlijk niet lukken. Het allermoeilijkste is dat. Maar dat is wel nodig. Ja. En waar gaat u ze vandaan halen dan? Halen we dan mensen uit het buitenland? Nee, ik denk dat migratie uiteindelijk niet een structurele oplossing is voor de arbeidsmarktvraagstukken in de zorg. Ik denk dat we uiteindelijk toe moeten naar het anders en beter organiseren van de zorg. En daar waar we nu, denk ik, de zorg ongelooflijk ingewikkeld hebben gemaakt, ongelooflijk ingewikkeld hebben georganiseerd, dat we veel beter moeten kijken naar hoe zou die ouderenzorg in een regio er nou uit kunnen zien. En wat kan thuis? Wat zul je moeten doen in nieuwe vormen van wonen en zorg? Een beetje tussen thuis en het verpleeghuis in, zou je kunnen zeggen. En welke ouderen zijn echt aangewezen op een verpleeghuisplek, omdat het gewoon niet anders kan? En dat moet je eigenlijk per regio opnieuw gaan doordenken. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, en die opdracht hebben wij voor de komende jaren. Dat is een ongelooflijke opdracht. En hetzelfde tempo waarmee Nederland ouder wordt, dat is nauwelijks bij te benen qua bouwen, maar vooral nauwelijks bij te benen op de arbeidsmarkt.